Hallo iedereen, leuk dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe video van ons. En vandaag hebben we weer een nieuwe map spotlight. Joehoe! Ik ben hier weer met Stan en vandaag gaan wij de Space Coaster bereiden. Heb jij jouw Minecraft klaar zitten? Yep. Of wil je handjes doen? Dan mag jij wel eerst gaan. En op het knopje drukken. Dan ga ik gelijk achter jou aan. Ik heb echt geen idee wat ons te wachten staat trouwens. Dus dan weet je dat alvast. Ik vind het maar raar. Wow, yo. Kijk dat gezicht daarachter. Het enige, ja, inderdaad. Het enige wat ik had gezien van de map was hier dat alien kopie. Maar je moet ook kijken om je heen, jongen. Al die sterren, dat is fucking vet. Ja, dat is echt fucking ziek gemaakt. Die alien ziet er best dik uit. Ik noem het fucking snor. Ja, volgens mij is dat gewoon een snor. Oh, dan moet zijn mondje voorstellen dat hij al opeet. Hij gaat wel knijter slow, maar nu gaat hij harder. Oh, houdoe. Sorry, niks is echt. Oh, hij zweeft. Dat vind ik altijd zo vet van die achtbanen. Wat de heck? Ja, hij zweeft inderdaad. Dat hebben ze sowieso op van die bergblokjes gedaan. What the fuck? Hey! Je springt helemaal omhoog. What the fuck? Wow, dat is echt vet. Je staat hier dadelijk weer. Nee, hier ga je weer gewoon normaal. What the fuck? Ja, gewoon een alien die in de fik staat. Houdoe, flikker wat naar beneden. Ik ben naar beneden geflikkerd, houdoe. Dit is een, ja, iets van een draak of zo. Zelfs de binnenkant van zijn bek zit in de fik. Ja, was maar op dan. Fik in de tong. Is toch godverdomme normaal, joh. Je heeft gewoon veel te veel sambal gehad. What the heck? Ik hoor, ik hoor dat geluid van dat minecartje niet meer. Jawel? Jawel, ik nog wel. Oh, what the fuck? Mij niet. Oeh, lekker... hij is dat voor gek alien ding daar. Spaceship. Een battle station. Star Wars. What the fuck? Heeft hij nou een mond? Ja, nee. Het is een vliegtuig in de ruimte. Dat is zo'n space shuttle. Wajo, hij scheidt ons uit. Houdoe. Ah, er zit zo weinig van binnen in die space shuttle. Dat is wel zo jammer, hè. Of niet? Hij is gewoon helemaal leeg. Hij heeft gewoon echt zoveel tijd besteed aan dat sprongetje van net. En wat doet hij gewoon in de space shuttle? Gewoon helemaal leeg. Ctrl-C, Ctrl-V, houdoe. Oh, hier gaan we weer springen. Oh nee, grapje. Ik dacht even dat we weer gingen springen. Man. Ja, maar hier heb je helemaal geen booster trails en je blijft gewoon doorgaan. Of is het gewoon omdat het zo donker is dat ik dat gewoon niet zie? Zal, ik denk dat het tweede is. Nee, je hebt inderdaad... Oeh, hier gaan we door een planeet met gewoon een... Al die sterren, jong. Oh, dat was hij volgens mij al. Echt? Hey, oh, ja. Sommige sterren zijn ook gewoon van hout. Nou ja, hout, steen, glowstone. Maar daarboven zitten ook allemaal van die andere dingen waar ik zie. Of in ieder geval, ja, die deze... sterren lijken. Dat was het einde al. Was ook kort maar krachtig. Ja, ik had wel iets langer verwacht. Maar die sterren zijn wel echt super vet. En het leuke effect is als die dan nog moeten renderen. Oh. Wat is... Yo, daar zijn die barriers, jongen. Zie je dat niet? Kijk. Oh ja, dat zijn die onzichtbare blokken. Oh man, als je dan die vastpakt, dan zie ik al die barriers onder al die rails. Echt? Ja, dan moet je maar... zie je nu er allemaal zitten. Moet je hier zo vliegen? Hey, oh, hier trouwens niet. Hier zitten ze wel gewoon netjes. Maar ik wil wel even kijken wat dit op het begin dan was. Hier de grote gebeuren, wat dit dan moest voorstellen. Dit lijkt echt super vaag ding. Ik weet niet waar je bent. Oh, beter gaan we nog even naar de ene. De andere. Wat ben jij, jongen? Ja, hier. Bij je, waar je begint. En dan even van de zijkant. Wat dat nou eigenlijk is. Een mega broodrooster. Ja, lijkt wel op een hondenkoekje. Wat de heck moet je voorstellen? Het ziet er wel sick uit, man. Ingeframed. Ja, ik weet het niet. Ja, misschien weten jullie het, mensen. Laat even achter wat het is. Zo! Zo ziet het er ook echt verpest uit. Ja, inderdaad. Maak het maar gelijk, nacht. Wat eigenlijk, dit ziet er fucking raar uit zo. Maar nou zie je wel echt hoe tering veel... Hey, hierboven, dat had ik nog helemaal niet gezien. Die zon hier. Welk? Ja, ik zag daar ook al iets zitten. Oh. Ik dacht al, ik zag alleen die kleine delen ervan. Dat is wel vet, man. Wow, yo, moet je kijken hoe vol het hier zit met al die sterren. Dat is echt niet normaal, hè? Langs de... Oh, nee, shit. Naar de op sterren naar de... en de... Op naar de sterren. Op naar de sterren, daar voorbij. Hey. Mensen die verwachten hier gewoon een achtbaan, zie je ons gewoon door de sterren heen vallen naar beneden.
Wat de heck, dat is nou echt ziek veel. Ja, door die zon dan zie je ook inderdaad echt hoeveel het er zijn. Als hij geen world edit heeft gebruikt, dat zou echt sick zijn. Ja, dan heb je hier echt veel tijd aan besteed. Maar ja, dat was hem eigenlijk weer, mensen. We hebben hem weer helemaal bekeken, dus ja, dat was het dan weer. Kort maar krachtig. Zeker. Vonden jullie de video leuk? Vergeet geen duimpje omhoog achter te laten en te abonneren. Als je dat nog niet gedaan hebt, laat even achter wat hier dit eerste ding is, want we hebben echt geen idee. Jullie, ja. Misschien dat er wel echt van die Star Wars fans tussen zitten. Die dat we misschien wel weten. Ja, ik denk niet dat het van Star Wars is, volgens mij helemaal niet. Ik gok dat het er niet van een hondenkoekje is. Ik houd nog steeds op een mega broodrooster. En dan zien we jullie gewoon de volgende keer weer, mensen. Doei. Later.